Goedemorgen. Het is 9:30. Ja, het is 9:30. Ik heb me net klaargemaakt en ik ga nu ontbijten. Maar ik wil eerst nog even mijn outfit laten zien. Dit is mijn outfit. Mijn blouseje is een nieuw wat ik heb gekocht van H&M. Zo lichtblauw off the shoulder. Mijn jeansbroek is van Pull & Bear, die ik aan twee kanten kapot heb getrokken. En deze kant ook, om met die zo hard op te trekken. En, sorry, mijn schoenen zijn van Puma. En dan mijn tasje nog is van Come Get Fashion. We zijn bij stop nummer 1, vandaag 2. En mijn hoest is weer erger vandaag. En we zijn nu bij La, hoe noemt het weer al? La Balmoral, denk ik. Moral. Ja, Le Balmoral. En dat is een American Diner. Hamburger. Dus, ja, daar gaan we nu naartoe. Het ziet er kei mooi uit. Ja. Mijn achternaam staat hier, zonder de S. Petit Loop, that's me, hè? C'est oui. C'est vrai. Axel Red gespot in Brussel. Oké, lekker gegeten en nu kei spannend. Dit wou ik gisteren al doen, maar het was niet open. Het is vlak na ons hotel. Gaan we eten in het. Niet eten, gaan we iets drinken in het kattencafé. Hier is dat. Wilt je gaan of liever niet? Jawel. En dus in het kattencafé zitten. Oh ja, je moet eerst aanbellen. Zitten echte katten. Hey. Oh. Ja. Aww. Cutie. Oh, die lijkt mij. Oh. Je bent een beetje vies, hè? Ik wou dat altijd alles doen, zo'n kattencafé. Dat is toch cool, nee? Ja, ja. Ja, hè? Oh. En Celine en ik wouden niet meer meekomen. Die zijn naar huis. Spijtig, hè? Maar ja, die houden. Pardon. Die houden niet zo van katten. Hey. Het is nog jong, denk ik. Ja. Ik denk ook dat dat nog een jongen is. En ik denk ook dat er met die vrouw wel iets scheelt. Zie je de knipoog? Oké, deze laatste stop was mijn favoriet. Hoe vond jij dat? Fijn. Dat was toch chic, hè, om te zien, hè? Mm-hmm. Ik vond dat wel cool. Café vol met katten. Ja, heel, heel proper is dat niet. Ik denk, als je geen kattenfan bent, ja, dan moet je daar niet naartoe gaan. Maar als je van katten houdt, is dat kei fijn. Ik wil mijn eigen kattencafé beginnen.
We kunnen dat bij ons in de garage. Zeker. Hoe cool zou dat zijn? Nee, oké. Het was echt tof. Ik had echt een super tof weekend gehad hier in Brussel. Ja. Vond je het ook leuk? Heel fijn geweest. En nu gaan we terug naar huis. Ook fijn natuurlijk, want dan zien we onze katjes terug. Het was echt, echt tof. Ik wist niet dat Brussel zoveel te bieden had. Dat er zoveel leuke dingen te doen waren in Brussel. En zoveel speciale dingen te doen waren. Dus ik heb er echt van genoten. En ik kom zeker nog terug. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe dan zeker! Thumbs up! Woe. Vergeet ook niet te abonneren. En wij zien jullie volgende keer. Bye!